Vanessa Grootfaam en Ruven Bainate zijn respectievelijk gekozen tot entrepreneur en manager van het jaar. Ze zijn tijdens de eerste manager- en entrepreneurverkiezing van het jaar 2018 via stemming van burgers en een jury als winnaars uit de bus gekomen. Voor beiden was deze overwinning niet echt een verrassing. Wel, omdat je weet wie je bent. Maar ik zeg altijd, je moet anderen ook nooit onderschatten, want je hebt potentie, hun hebben dat ook. Dus het was gewoon eventjes een battle. Uiteindelijk, als ik meedoe aan een competitie, wil ik wel altijd winnen. Ja. Maar het was niet de bedoeling van ja, ik ga alleen om te winnen. Maar eenmaal begonnen met de verkiezing had ik wel zin in om te winnen. Ja. En ik was wel verrast van. Uiteindelijk is het altijd mooi om de avond zo af te sluiten. De procedure was dat iemand je voordraagt om een van de titels in de wacht te slepen. Beide zijn tot hun eigen verrassing voorgedragen door mensen die in hen geloven. Grootfaam, die in het dagelijks leven directeur is van Queen Vans Kapsalon, vreest geen concurrentie. Hetzelfde geldt voor Bainate, die productiemanager is bij Fernandes Bakkerij en leiding geeft aan een productieteam van 200 personen. Als we hem vragen hoe zijn personeel hem zou beschrijven, geeft hij het volgende antwoord. Ik denk dat ze zouden zeggen dat ik toch wel iemand ben die veel samen wil werken en resultaten samen wil behalen. En soms ook wel niet de aardigste ben wanneer dat nodig is, maar gelukkig is dat niet elke dag. Maar dat is leiding geven, hè? Klopt, dat is waar. En soms moet je, soms wil je iemand niet op die manier aanpakken of aansturen. Maar soms is het ook wel nodig, omdat je moet resultaten halen. En we zorgen ervoor dat het dagelijks brood geleverd moet worden aan de samenleving. Dus ja, fouten maken mag bij mij, maar het moet niet zo zijn dat je niet leert. Ik geloof juist dat je moet delen, vooral je kennis moet delen. Omdat alleen door te delen kan je natuurlijk vermenigvuldigen. En ik geloof erin dat je moet delen en het team moet inspireren om samen betere resultaten te behalen. Ja. En ik uiteindelijk bepaald de manier van leiding geven. Als het team je wil of niet wil. Dus ook als iemand zegt, ik wil hem op een politiek correcte manier in de weg staan. Ik weet niet of de volgende persoon succesvol gaat zijn in de positie. Ik ben niet bang voor concurrentie en ik vind het juist fijn als andere mensen ook een broodje kunnen verdienen. Waarom ik dat zo specifiek kan aangeven, is ik kan niet de hele wereld helpen. Als ik maar gefocust ben, ik alleen moet succesvol zijn, dan ben ik niet positief ingesteld. Om te zien dat je, hoe moet ik het zeggen, je bent dan eigenlijk een beetje bang dat anderen beter dan jou zijn. Dan heb je geen geloof in jezelf. Als wij als ondernemers elkander in gaan bundelen om elkander te helpen, dan denk ik best wel dat het een heel mooie samenwerking gaat zijn. Op het gebied van kaster of welk ondernemer, gebied ook van ondernemerschap, denk ik best wel dat het heel mooi gaat zijn naar de consument toe. Bijvoorbeeld, een collega, kaster van me belde, een collega belde en ze zei van ze gaat de zaak sluiten. Ik hoorde het, sorry. En ik ben naar haar toe geweest om te weten waarom, wat is de reden, kan ik je helpen met wat, want ik vind het niet nodig dat je moet sluiten. Dus ik ben niet bang voor concurrentie, ik vind het juist leuk als andere mensen ook bezig zijn en ik verzorg ook trainingen. Snap je, ik ga niet mijn hele leven lang kunnen staan en als ik er ook niet meer ben, moet het kappersvak of de ondernemer waarin ik zit verder kunnen gaan. De entrepreneur en manager of the year Vanessa Grootfaam en Ruven Bainate, die op zaterdag 16 juni in het Courtyard by Marriott de verkiezing hebben gewonnen. De organisatoren Winston Liefeld en Ruud Sinkeler van Clip Training & Consultancy kijken terug op een succesvol evenement.